Theo de Cler, uw gevoel na toch wel een aparte editie? Eerst en vooral toch wel tevreden dat de wedstrijd kunnen doorgaan. Dus daar zijn we heel tevreden over. Prachtige winnaar. Winnaars, hè, ook bij de vrouwen, wereldkampioenen. Dus ja, en anderzijds ook wel tevreden dat toch wel dat wij, ja, wel eens in een light editie, maar dat toch alles kunnen vlot verlopen is. Hoe ben je wakker geworden vanmorgen? Bij welk gevoel eigenlijk? Het was mooi weer, het was veel mist. Ja, ik was wel vrij vroeg wakker. Ik zat al, ik denk dat het nog geen 6 uur was, ik aan de telefoon hangen met de politie, met Jonas, om nog het een en het ander te bespreken. Maar ja, het is een aparte editie geweest. Hè. Anders ligt u wakker van oké, is alles in orde in de VIP-tent, zijn de tafels goed geschikt en zo verder. Dus dan was het een totaal andere editie. Ja, ja. Maar al bij al is het vrij vlekkeloos verlopen qua organisatie? Ik denk het wel, ja. We moeten natuurlijk nog een debriefing krijgen of een debriefing doen samen met de politie, technische diensten, burgemeester en zo verder. Maar ik denk toch wel te mogen zeggen dat het een vlekkeloze organisatie was hier op grondgebied Nino, wat toch wel belangrijk is voor ons. Ja. Als je ook ziet waar we eigenlijk een beetje schrik van hadden voor een spurt met een 40-tal renners. Hier in die laatste 2 bochten is toch alles vlekkeloos verlopen, dus we mogen heel tevreden terugblikken. Ja. Vanaf morgen al werken naar de editie van volgend jaar, moet ik? Ja, uiteraard. Hè, uiteraard. Even nog een beetje uitkijken natuurlijk van wat gaat de toekomst ons brengen. Zeker wat dat betreft het corona, de toestanden in corona. Maar we hopen toch van in 2022 terug weer een normale editie, daarmee bedoel ik de editie van 2020 te kunnen herhalen. En dan als we nog verder in de toekomst kijken, zal de koers hier blijven aankomen? Hoe zit het met de overeenkomst met de stad? Wel, ja, dat ligt niet in ons kamp. Dat is onderhandelingen gebeuren tussen enerzijds de stad Nienhoven en anderzijds Flanders Classics. Wij zijn daar niet eigenlijk weinig bij betrokken, zal het zo zeggen. Wij hopen natuurlijk dat de omloop hier zijn stek gevonden heeft voor langere termijn. En we kijken er naar uit wat de toekomst zal brengen. En hopelijk is het vanaf 2023 weer een nieuwe editie tot 2028 dan zeker.